sta jij er soms bij stil? Dat wij in Nederland zonder problemen onze mening kunnen uiten? Sta jij er soms bij stil dat er kinderen zijn die wakker worden met het geluid van bommen? Sta jij er soms bij stil dat er kinderen zijn van mijn leeftijd die hun ledematen missen door de landmijnen? Onze vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Onze vrede en vrijheid hebben we te danken aan veel mensen die hun leven daarvoor hebben opgeofferd. Wist jij dat 250.000, ja je hoort me goed, 250.000 onschuldige Nederlandse en daarvan vooral Joodse mensen om het leven gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ben jij wel eens op oorlogsbegraafplaatsen geweest? Heb jij wel eens een concentratiekamp bezocht? Waar veel mensen vermoord of naar Duitsland gedeporteerd werden? Ik wel. Ik heb een verdriet gevoeld. Op de concentratiekampen. Als Westerbork, Amersfoortse en Vughtse kampen. De verhalen van de gevangenen zijn te zwaar om aan te horen. Wist jij dat veel Joden ondergedoken zaten in Artis? Veel respect voor al die mensen die onderduikers onderdak gegeven hebben. Ga eens voelen wat de oorlog met kinderen deed. Door bijvoorbeeld naar het Anne Frankhuis te gaan. 4 en 5 mei houden mij vaak bezig. Voor een deel komt dat door mijn vader, die 30 jaar terug uit zijn mooie land, bovenop de hoge bergen, moest vluchten. Hij had genoeg van al dat geweld en die onderdrukking. Vanaf mijn 4e kan ik me herinneren dat hij me overal meenam waar oorlogsslachtoffers waren gevallen. Samen hebben wij veel musea, herdenkingen en bevrijdingsfestivals meegemaakt. Mijn vader is een levend bewijs dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Iedere dag ben ik dankbaar dat ik met mijn vader, moeder en broertje in vrijheid leef. Ben jij ook dankbaar voor dit veilige leven? Dan staan we op 4 mei samen stil bij de herdenking. En laten we op 5 mei groot feest vieren. Handhaaf voor nu nog even de 1,5 meter regel. Knuffelen, dat doen we volgend jaar.